Nou ja, ik hoop dat we nou gewoon 11 tegen 11 eindigen. En dat wij kunnen bewijzen dat wij ja, op de goede weg zijn. Aankomende zondag een bijzonder duel voor Ron Jans. Zijn ploeg neemt het die dag op tegen FC Twente. En dus hoog tijd voor een nieuwe matchpreview. Gewoon omdat het kan, nog één keer die goal van Sam Lammers. Lammers, die heeft zijn goal nog niet te pakken. Lammers gaat voor de goal en ramt hem binnen. Daar is de eerste van Sam Lammers. Oké, Twente uit. Een overzichtje. 103 keer eerder speelden Twente en Utrecht tegen elkaar in de Eredivisie. De balans. 44 keer werd er verloren, 30 keer werd het gelijk en 29 keer wist het te winnen. Voorzet van Van der Hoorn richting Moulenga. Goed getimed. En hier is Toornstra en daar is het doelpunt. 1-0 voor FC Utrecht. De laatste keer dat wij in Enschede wisten te winnen, dat was in 2021. We kwamen nog op een 1-0 achterstand, maar dankzij doelpunten van Sander van der Streek en Girano Kerk wisten we het alsnog om te draaien. Boussaïd. Goeie voorzet van Boussaïd. Nou, dit is 1-1. Ja, dat kan niet mis. Van der Streek zet zijn voet tegen de bal. Wat een ragfijne voorzet van Boussaïd. Kerk, oh, dat is heel ongelukkig teruggekopt. Kan Kerk er zo vandoor en binnenprikken. 2-1 Utrecht, dat het binnen 9 minuten werd om te draaien in de goalsvesten. Sommige mensen denken bij Twente uit aan die bizarre sprint van Richairo Zivkovic. Als je in die fase van de wedstrijd nog zo'n sprint eruit kan trekken, knap. Ruiter kan niet komen. Komt er een schietkans voor iemand? Nee, nog niet. Counterkans is er wel en het doel is leeg. Ja, het is ook wel heel ver naar het doel. Het is wel heel ver, maar er komt een eind. Zo, dat is een sprint zeg. Onwaarschijnlijk. Die energie nu nog hebben, dat maakt indruk. Wat een versnelling bij Zivkovic zeg. Eerder dit seizoen, hier in Utrecht, werd het 1-1 tussen Utrecht en FC Twente. Het was Oscar Fraulo die in die wedstrijd de score opende. En hoe? Twente moet snel terug, is snel terug. Maar hier komt Fraulo vrij en het is een schitterende goal. Van Oscar Fraulo. We hebben het er al vaker over gehad. Dit FC Utrecht is nu 13 wedstrijden achter elkaar ongeslagen in de Eredivisie. Zondag winnen of gelijk spelen en dan breken we het record uit 1991. En dat allemaal omdat we afgelopen zondag van Fortuna met 4-0 wisten te winnen. Sam Lammers? Ja, Sam Lammers. Lammers gaat voor de goal en ramt hem binnen. Daar is de eerste van Sam Lammers. Voor Sam was dat zijn eerste doelpunt voor FC Utrecht. De spits hielp het team wel op een andere wijze. Na 5 wedstrijden staat zijn teller namelijk op 3 assists. De laatste speler van FC Utrecht die minimaal 4 assists gaf in zijn eerste 6 wedstrijden voor FC Utrecht, dat was Edwin Gorter in 1994. Nog één keer? Ja, nog één keer. Lammers gaat voor de goal en ramt hem binnen. Hij scoorde 2 keer tegen Fortuna. Ik heb het natuurlijk over Taylor Boef. Door die doelpunten staat zijn teller nu na 2 wedstrijden op 5 doelpunten maar liefst. Lammers, nu is er wel wat ruimte in het centrum. Lammers, uitstekende paas en daar is de goal. En daar is hij weer, Taylor Booth. Ter Avest, diepte bij Fraulo en bij Boussaïd. De laatste heeft hem, daar Fraulo. Weer een afvallende bal die goed valt en hij valt voor Taylor Booth. Met zijn 5e goal in 2 wedstrijden. Genoeg informatie, hoog tijd om vooruit te gaan blikken op de wedstrijd van zondag. Ron, hoe erg ben je net nat geregend? Ja, het was heerlijk weer en we beginnen te trainen, begint keihard te regenen. Maar we hebben gewoon getraind. Lekker. Heel goed. We zijn een week verder na die 4-0 tegen Fortuna. Weer terug in het linkerrijtje. Dat moet een lekker gevoel geven, denk ik. Ja, weer terug met Utrecht ben ik er nog nooit geweest in het linkerrijtje. En dat bevalt een stuk beter. Alleen de ranglijst aan het eind, ja, die vinden we eigenlijk het belangrijkste. En dan hopen we dat we bij de eerste 8 staan. Matthijs, hoe is het met je? Uitstekend. Beetje goed kunnen trainen ondanks het heerlijke weer? Ja, zeker, zeker. Er was lekker aan het regenen. Ik moet zeggen dat de temperaturen zijn een stuk beter dan de laatste weken. Dus dat scheelt. En volgens mij gaat het zondag ook regenen, dus het is een mooie,
ja, was een mooi moment om dat te vast te trainen op die manier. Je stond laatst met Jong FC Utrecht op het veld te keeper tegen Jong Ajax. 6 dagen later sta je onder de lat in Stadion Galgenwaard tegen Fortuna. Had je verwacht dat je zo snel weer die kans zou krijgen? Nee. Als je zo terugkijkt is het denk ik een uitstekende beslissing geweest om die wedstrijd te spelen. Een week of 3 geleden kwam de trainer naar me toe. En die gaf aan van ja, ik wist het eigenlijk niet. Maar ik heb net gehoord dat je nog mag spelen bij Jong als ze tegen een Jong team spelen. Aangezien Kelvin naar Utrecht of naar Roda is gegaan. En die lange Gadella geblesseerd is geraakt. Hadden ze ook een beetje een probleem natuurlijk. Dus het kwam ook goed uit. Maar hij stelde eigenlijk de vraag van wat wil jij? En wil jij bij Jong spelen? Of neem je genoeg met af en toe een oefenwedstrijdje of een 11-tegen-11 training? En toen heb ik aangegeven van ja, ik denk dat het beste voor mij is om wedstrijdritme op te doen. Zodat als ik nodig ben, dat ik gelijk sta. En toen hadden we besloten dat ik in principe de wedstrijden thuis, Jong Utrecht tegen Jong Ajax en Jong Utrecht tegen Jong AZ zou gaan spelen. Toen gebeurde in één keer iets met VAS, waardoor ik sneller dan verwacht in één keer bij het eerste kon spelen. Ja. Wanneer kreeg je te horen dat je mocht gaan spelen? Was vrijdag, denk ik. Dus we hadden natuurlijk zondag gewonnen van Volendam. En toen had hij een momentje gehad in de wedstrijd. Toen was het even kijken van hoe of wat. De volgende dag speelde ik zelf een wedstrijd. Dan was ik niet op de club. Dinsdag waren we vrij geweest. En woensdag toen zag ik dat hij nog steeds niet meetrainde. Donderdag ook niet. En toen vrijdag kreeg ik te horen van... je gaat er zondag op. Dus laat me zien. Dan heb je vrijdag en zaterdag om je voor te bereiden voor die wedstrijd. Hoe is dan jouw wedstrijdvoorbereiding mentaal gezien ook misschien in die 2 dagen? In principe heb je gewoon een normale trainingsweek. En je staat elke dag met dezelfde jongens op het veld. Dus in die zin waren er geen verrassingen of zo. Omdat je elke dag met elkaar op het veld staat, weet je van elkaar een beetje van wat iedereen doet. En ik had natuurlijk ook al de bekerwedstrijden kunnen spelen. En een aantal oefenwedstrijden waardoor je ook een beetje ingespeeld raakt op elkaar. Dus daarin was het totaal geen idee van we gaan er echt op achteruit of we weten niet wat we kunnen verwachten. Daar was geen twijfel over. En verder gewoon zelf, ja, ik heb me gewoon op dezelfde manier eigenlijk voorbereid als normaal. Want ja, je probeert je toch, ook al speel ik dan normaal gesproken niet, voor te bereiden alsof ik er in de eerste minuut in één keer in moet. Maar het is natuurlijk wel een verschil, omdat je nu zeker weet dat je gelijk gaat spelen. Je hebt iets meer wedstrijdspanning. Dat is ook lekkere spanning die ik dan mis als ik niet speel. Dus het was heel lekker om er weer te staan. Je hebt deze week geoefend tegen FC Groningen. Helaas 2-1 verloren. Wel weer Marouane Azarkan aan het werk kunnen zien. Wat heb je nog meer uit die wedstrijd kunnen halen? Nou, het belangrijkste was om jongens gewoon speelminuten te geven. En dat kun je op de training natuurlijk nabootsen. Maar het is het mooiste dat je gewoon een oefenwedstrijd hebt. Dus Vesterlund en Okkels hebben bijvoorbeeld hun eerste minuten gemaakt. Tijmen Nijhuis heeft voor het eerst weer gekiept bij FC Utrecht. Die was even weg. Ja, en zo geldt het voor Mark van der Marel. Is het goed om minuten te maken voor Labiat. Als ik kan, komt terug. Dus is wel heel nuttig geweest qua speelminuten. Het hagelde. Het was op een bijveldje. Het was allemaal niet geweldig. We verloren, maar het was wel nuttig. De mensen die wel minuten maakten zondag, hoe zijn die fysiek uit de wedstrijd komen? Ja, goed. Het enige, we hadden gehoopt dat Barkas weer zou aansluiten. Met zijn bovenbeenblessure is toch wel dermate ernstig dat hij dit weekend ook zeker niet haalt. En volgende week, dat moeten we ook nog maar afwachten. Dan speel je die wedstrijd, hou je een clean sheet. Eerste keer de nul in Stadion Galgenwaard dit seizoen. Dat moet voor jou dan wel een heerlijk gevoel zijn. Ja, dit was eigenlijk waar ik van tevoren een beetje op hoopte. Dus ik had echt niet zoiets van ik moet de uitblinker zijn vandaag. En ik hoop dat ik een penalty pak of dat soort dingen. Maar meer gewoon van, ik hoop dat die jongens voor me het goed doen. Dat de organisatie goed staat en dat we veel goals maken. Eigenlijk kwam alles uit. Dus het was eigenlijk een wedstrijd waarin ik in principe onzichtbaar ben geweest. Als je de samenvatting terugkijkt, dan zie je mij 1 keer van heel ver in beeld. Dat zijn eigenlijk de wedstrijden als keeper die, ja, vind ik, het beste zijn. Omdat je dan weet, het staat goed, de organisatie staat goed en de tegenstander creëert niks.
Dus ja, dat was echt perfect. En dan de afloop voor jou persoonlijk, even zo'n momentje met de Bunningside. Dat is wel lekker, hè? Ja, het was wel leuk. Ja, ze zijn natuurlijk gewend dat VAS altijd gebaar maakt na de wedstrijden. Als we volgens mij winnen of als we in ieder geval goed resultaat halen. Dus ik dacht van ja, hij is er niet. Dus dat zullen ze nu wel niet doen. Maar toen hoorde ik ze in één keer datzelfde geluid maken. Dus toen dacht ik van oké, nou ja. Toen zat ik eerst een beetje te twijfelen. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? Want het is toch een beetje zijn ding natuurlijk. Maar toen duwde Ryan Flamingo, die duwde mij een beetje die kant op. Dus toen dacht ik van, nou ja, dan pak ik het moment ook gelijk. Maar het is wel mooi. Dus ik vond ook dat ze positief reageerde op mij. Terwijl VAS natuurlijk heel goed erop staat, bij de fans ook. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Dus toch een steuntje in de rug. En dan uiteindelijk mooi om in die zin ook iets terug te doen met een clean sheet thuis. Dit weekend natuurlijk Twente uit. Toen Corné er een afloop al over vroeg, zag ik je al glunderen. Je hebt pas in die wedstrijd volgens mij, hè? Ja, dus ik heb echt drie sportief geweldige jaren daar gehad. Ik heb er 3 jaar met niet alleen ik, maar ook samen met mijn vrouw in de Lutte echt drie hele fijne jaren gehad qua wonen. Ik ken iedereen natuurlijk hartstikke goed. Dus ik vind het heerlijk om terug te komen. Omdat ik denk dat ik ook wel welkom ben. Alleen ik hoop dat ik aan het eind van de wedstrijd dat we worden uitgefloten. Heel goed. ESPN die dompelde die wedstrijd al om tot de Roy Jans derby. Wat vind je ervan? Ja, vond ik wel leuk gevonden. Dus, maar het draait niet om mij. Maar het is nog zo recent. Mijn naam is wel verbonden aan deze wedstrijd. Ja, thuis zijn zij sowieso heel sterk. De laatste 3-4 jaar volgens mij al. En ze zullen hoge druk zetten op ons. Alles afjagen. En het publiek zal. Ze zullen proberen om het publiek erachter te krijgen. En het is een beetje aan ons om daar of onderuit te spelen. Of op andere manieren. Misschien een omweg vinden om daar goed mee om te gaan. Maar goed, ik denk dat wij ook hebben laten zien in de laatste 12 wedstrijden eigenlijk al. Dat wij ook tegen goede tegenstanders. Goed weerstand kunnen bieden. Dus in die zin is het echt een hele mooie meting om te zien of wij, eigenlijk om te zien waar we staan. Ja. Thuiswedstrijden tegen PSV, AZ en Twente, die waren vrij goed, denk ik. Nu is het ook een mooi moment om te kijken of we dat op een uitwedstrijd kunnen doen. Eerder dit seizoen 1-1 thuis tegen Twente, Oscar Fraule met een mooie openingsgoal. Zijn er bepaalde aspecten uit die wedstrijd die je meeneemt naar zondag? Die eindigde het laatste half uur Twente met een man minder, omdat Sadilek 2 keer geel kreeg. Ik hoop dat we nou gewoon 11-11 eindigen. En dat wij kunnen bewijzen dat wij op de goede weg zijn. We hebben het er al vaak over gehad. Tegen Fortuna was het natuurlijk jullie 13e wedstrijd achter elkaar ongeslagen in de Eredivisie. Zondag winnen of gelijk spelen en dan verbreken jullie dat record uit 1991. Hebben jullie het erover in zo'n week? Het is wel benoemd, ja. Zeker, zeker. En het is iets anders dan een tastbare prijs. Je wint er in principe niet echt iets mee. Maar het is toch een record. En je staat toch in de boeken dan. Dus het is wel iets moois om voor te gaan. We hebben het er al zo vaak over gehad, dat record. Zondag kan je natuurlijk verbreken. Dat moet er gaan gebeuren in Enschede. Wat moet jouw ploeg laten zien om het dit Twente moeilijk te maken? Nou, dezelfde teamgeest. Ik denk dat onze belangrijkste basis is. En je ziet als wij staan verdedigen, staan we steeds beter. Maar we beginnen ook doelpunten te maken. En als je die combinatie hebt, dan kun je overal punten pakken. Zo'n goal van Sam Lammers mag hem nog een keer, hè? Die zat er mooi in. Dus ik heb nog even teruggekeken. Het was gelukkig geen buitenspel. En los daarvan, je wil ook gewoon winnen. Dus als je dan daarmee ook nog een record pakt, dan is het mooi meegenomen. Maar je bent wel profsporter, topsporter. Dus dan wil je voor het hoogst haalbare gaan, denk ik. En als je dan zo'n record kan pakken, dan moet je er vol voor gaan, denk ik, ja. Dit was de match preview van deze week. Bedankt voor het kijken. Laat hieronder in de comments even jouw voorspelling achter voor de wedstrijd van zondag. Gaan we dat record verbreken, ja of nee? Volgende week dan zijn we er een dagje eerder, want dan spelen we op vrijdag thuis tegen Heracles Almelo. Ik zie jullie dan. Later. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.